Het blijft de mensheid bezighouden, buitenaards leven. Wetenschappers breken hun hoofd over het vraagstuk of het er daadwerkelijk is. In Amerika komt er zelfs onderzoek naar een al dan niet bestaand geheim UFO-programma van de overheid. Maar er is ook een onderzoeker die al die beruchte UFO-filmpjes wel degelijk weet te verklaren. Verslaggever Sylvain Schoonhoven, die dook in de wonderenwereld van buitenaards leven. En jij hebt ook met die persoon gesproken, Mick West, daar gaan we het zo over hebben. UFO is in de basis niet meer, Sylvain, dan een unidentified flying object, oftewel een ongeïdentificeerd vliegend object. Waarom is daar zo'n heel verhaal omheen gebouwd? Ja, het is inderdaad iets wat je ziet in de lucht waar je niet direct een verklaring voor hebt. Van ja, het is geen helikopter, het is geen verkeersvliegtuig, denk je. Maar wat is het dan wel? En ja, als je er echt niet uitkomt en iets beweegt ook nog op een hele opvallende manier, dan kom je natuurlijk al gauw uit bij van ja, dit is niet van deze planeet. Nee. Dit komt van buiten de aarde. Dit zijn mensen, wezens die ons observeren en allerlei snode plannen met ons hebben. Nou ja, dat is natuurlijk waar je als eerste aan denkt als je het hebt over een UFO. Met allerlei geavanceerde vliegtuigen en vliegende schotels, et cetera. In Amerika is er van alles aan de hand. Ik heb het kort geleden al besproken. Samengevat, er is een hoorzitting geweest en er komt nu een aanvullend onderzoek, hè? Ja, er is een meneer David Grush, dat is een hoge inlichtingenman, die heeft verklaard dat er een geheime afdeling bestaat bij de overheid in Amerika die neergestorte UFO's terughaalt en uit elkaar plukt voor het vinden van nieuwe technologie. Nou ja, ja, die hoorzitting heeft een hoop stof doen opwaaien. Het is eigenlijk al sinds een aantal jaar dat dit dossier heel erg aan het broeien en gisten is. Sinds in 2017 zelfs de New York Times erover schreef. En toen dachten mensen van, oh, dan moet er wel echt iets aan de hand zijn voordat zo'n serieuze krant hier aandacht aan besteedt. En er zijn ook steeds meer video's. En met name dat zorgt ervoor dat, dat het toch wat moeilijker wordt om niet in UFO's te geloven. Want ja, hoe zit het dan met die rare beelden die we allemaal laten zien komen? Laten we er even meteen over verder gaan, over die beelden. Dat staat even los van dat in Amerika beweerd wordt dat er een soort van geheime basis bestaat of waar delen van UFO-resten worden. Ja, dat is wat die David Grush dus beweert. Precies. Nu hebben we het echt over die beelden die opduiken. Jij hebt met die Mick West gesproken. Ja, Mick West is een scepticus. Iemand die probeert door een rationele bril te kijken naar allerlei paranormale, onverklaarbare fenomenen. En die probeert ook bij de UFO-filmpjes te ontrafelen van waar kijken we nou eigenlijk naar. Ja. Kan wat we zien ook verklaard worden door iets heel iets aards. Ja. Een vertekening in een lens, een of ander technisch effect, een meteorologisch effect. Kunnen mensen zich vergissen in het en hij is een game developer. Hij heeft heel veel verstand van dat soort technieken. Ja, hij is rijk geworden in de computerspellen. Ja. En heeft daarna zich helemaal toegelegd op het uit elkaar rafelen van complottheorieën en paranormale verschijnselen en ook UFO's dus. Ja, laten we meteen even beginnen bij het begin. Dit een heel bekend filmpje. Ja, we gaan hem nu zien. Hij wordt over ons heen. Ja, dit is een hele bekende. Dit is de aardvader van alle UFO-filmpjes. Je ziet hier een object langs de hemel gaan, gefilmd door een straaljager. En je ziet hem ook draaien, zie je dat? Hij roteert. En vooral dat doet mensen denken van, dit is een targeting pot waarmee deze beelden zijn gemaakt. Dat is een doelzoeker die hangt onder een vliegtuig om een doel in beeld te kunnen houden. En dat gebeurt met een camera die, zoals je ziet, roteert, hè, om twee assen om dat doel in beeld te houden. En daarmee kun je objecten ook heel ver weg kun je vast in beeld houden. En omdat die camera draait, en Mick West zoekt dat helemaal uit, daardoor krijg je het effect dat dat object lijkt te draaien tijdens het vliegen. Dus dat object draait niet echt. Dat is de schittering die je ziet. Het is een warmtebeeldcamera. Een schittering van warmte. Die draait in de camera. En daardoor lijkt het alsof je een soort, soort vleermuisachtige UFO hebt die een onverklaarbare beweging maakt. Hier zie je zo'n schittering eigenlijk. Ja. Die meedraait met de camera. Dat is wat je ziet. Mick West heeft dat helemaal uitgezocht met een computersimulatie waarbij die precies nagaat van, is het nou ook een object dat heel snel vliegt? Nou, zijn conclusie is dat dat niet het geval is. Dit is een object wat ofwel stilstaat, ofwel met een normale snelheid voortbeweegt. Maar omdat het jachtvliegtuig zelf beweegt en de achtergrond meebeweegt als het ware, daardoor lijkt het alsof het object heel snel gaat. Maar in feite gaat het helemaal niet heel snel. Het helemaal berekend, hè, met een computermodel van die wolken. Ja. Van, wat gebeurt hier nou? En ja, dat is natuurlijk heel knap om te zien hoe je met behulp van logica, wiskunde en computersimulaties
kunt reconstrueren van waar kijken we nou eigenlijk naar? En is het nou echt zo mysterieus als iedereen roept? Mick West heeft dit filmpje gewoon gekild. Het is gewoon een weergave, een elementje van de targetingpot. Waar we naar zitten te kijken. En die beweegt over meerdere assen. Ja, die beweegt over meerdere assen. Ja. En er zijn voor alles wat je in dat filmpje ziet, waarvan je denkt van, hé, hoe kan dat nou? Geeft hij dus een rationele verklaring die voorkomt uit de werking van die doelzoeker in die straaljager. En zo probeert hij eigenlijk ook andere filmpjes tegen het licht te houden. We gaan meteen een tweede doen. Ja, okay. Dit is een ander bekend filmpje. Ja, hier zie je dit is natuurlijk verbijsterend als je het ziet. Een knipperende driehoek. Ja. Nou ja, wat is dit, zou je denken als je het ziet. En Mick West heeft er hier ook naar gekeken. En wat blijkt, dit is gewoon een verkeersvliegtuig. En dat zie je aan het knipperpatroon. En dat knipperpatroon, dat is precies hetzelfde als we gewend zijn bij verkeersvliegtuigen. Ja. Alleen de focus van de lens deugt niet. Nee. Daardoor... Dan gaat hij die drie punten bij elkaar trekken, zeg precies. Maar. Ja. En hoe weet je dat nou? Als je naar de achtergrond kijkt, zie je dat ook de sterren en de andere lichtjes op de achtergrond zijn ook driehoekig. Ja. Ja. Dan ben je er eigenlijk al, hè? Dan weet je van dit moet een lenseffect zijn. Ja. En geen mysterie, geen buitenaards leven. Maar waarom wordt zo'n Mick West? Is hij ooit bij die verhoren gevraagd van, u verklaart dit? Nee, hij staat echt buiten dat hele overheidscircuit. Hij is eigenlijk, hij is een expert, maar hij is niet verbonden aan de overheid. Of zo. Ja. Bij die hoorzittingen, ja, dat zijn individuen vanuit die overheid, vanuit die inlichtingenwereld, die daar het gevoel hebben dat ze daar iets over moeten verklaren. Hij probeert dat dan te weerleggen. En ja, bijzonder succesvol. Hij wordt natuurlijk wel gehaat in kringen van de UFO-gelovigen. Zij hebben het idee van, hij heeft er helemaal geen verstand van. Hoe kan hij nou weten? En hoe verklaart hij dan dit? Hoe verklaart hij dan dat? Ik vind het zo leuk. Zullen we nog een derde doen? Wel ja. Ja, dan komt hij nog een bekend UFO-filmpje gaan we laten zien. Ja, hier zie je... Dit was een tijd een bekende UFO-film. Hieronder zie je overigens Mick West. Ja. Hier zie je die lensflare. Dus hier zie je dat warmtebeeld. Dit bleek echt ook dit vliegtuig te zijn. Een Airbus 340. De warmteuitstoot werd op een bepaalde manier weergegeven. De warmteuitstoot van een Airbus 340. Dat ziet er best wel UFO-achtig uit. Net als in die eerste beelden die we zagen. Dus hier zie je eigenlijk van... Zo ziet het er dus uit als je op 10 kilometer afstand... 100 kilometer afstand... Met een bepaalde lens. Iets heets ziet met een warmtebeeldcamera. Dan denk je eerst van, het is een UFO. Dan ga je checken. Blijkt het gewoon een Spaans verkeersvliegtuig te zijn. Ongelooflijk. Maar daar wordt dan uren in hoorzittingen over gesproken. Want wat natuurlijk ook altijd gebeurt, Silvan. Straaljagerpiloten en andere piloten worden altijd extreem competent beschouwd. Ja. Als die iets gezien hebben wat ze niet kunnen verklaren. Want die zijn gewend tenslotte om te duiden wat ze zien in de lucht. Maar... Ja, het is helemaal geen garantie. Waarom eigenlijk? Het zijn ook mensen. Het zijn ook mensen met bepaalde vooroordelen over wat ze zien. Hè. Ze zijn getraind om bepaalde fenomenen te spotten en te duiden. Maar ze kunnen ook zich vergissen in een afstand. En dan lijkt er iets heel snel voorbij te schieten... wat bijvoorbeeld vlak boven het water lijkt te scheren. Maar dat zit niet vlak boven het water. Dat zit veel hoger. En dat beweegt gewoon ten opzichte van de achtergrond. Lijkt dan heel snel te bewegen. Ja. Zo'n piloot kan zich ook vergissen, want die ziet, om even voor de helderheid, die ziet deze beelden niet door zijn cockpitraam, maar die kijkt op hetzelfde schermpje. Dus die ziet eigenlijk hetzelfde als wat wij nu zien. En dan komt er een soort weergave van de werkelijkheid, tenminste die schijnwerkelijkheid. Die wordt vertekend door die grote mate van inzoomen, hè, omdat het zo ver weg is, zo klein is. Dit is echt maar een heel klein stipje aan de horizon, waarschijnlijk niet eens met het blote oog waarneembaar. Ja. Je ziet hem alleen op het schermpje en ook een getraind jachtvlieger kan zich dan vergissen. Silvan, afrondend. Er komt dus in Amerika een extra onderzoekscommissie. Dat gaat dan over of er binnen de overheid of een privaat bedrijf een soort van geheim programma bestaat met wetenschappers die aan dat soort voertuigen werken, in combinatie met dit soort filmpjes. Hoe denk jij dat dit hele onderzoek gaat aflopen? Nou, ik verwacht niet dat eruit komt dat er een afdeling is die neergestorte UFO's uit elkaar peutert. Ik denk wel, en dat is ook volstrekt logisch, ik denk dat we dat met zekerheid kunnen zeggen, dat er een afdeling is die allerlei neergestorte objecten bestudeert. Hè? Satellieten, buitenlandse technologie. Natuurlijk worden die, als ze neerstorten of kunnen worden uit de lucht worden gehaald. Weten waar je mee te dealen. Wil je dat uit elkaar plukken en kijken wat erin zit? Ik zou zeggen, mijn gok zou zijn dat de afdeling is waar we het hier over hebben. En dat daar een soort mythevorming omheen is. Van ja, maar ze houden zich niet alleen met de Russische drones bezig bijvoorbeeld. De Chinezen. Of Chinezen, maar ook met buitenaardse technologie. Alleen is de vraag van als dat zo was,
dat kun je toch nooit geheim houden? Nee, precies. We gaan zien, ik denk dat over honderden jaren, als wij er al lang niet meer zijn, dat we nog steeds over UFO's praten, denk je niet? Tenzij we dan zijn overgenomen door een buitenaardse beschaving. Precies. Of misschien is het al zo, maar dat weten we niet. Zilver schoon over, dankjewel.